Hoi allemaal, wat leuk jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik neem jullie weer gezellig een keertje mee, dus doe gewoon een duimpje omhoog. En vergeet onder zeker niet te abonneren. En laten we maar lekker doorgaan met de video. Goedemorgen, het is bijna nu 1 uur, dus eigenlijk is het goedemiddag. Ik ga zo lekker een filmpje kijken, want daar heb ik zin in. De hond is er. Fluffy is er. En mama is er. Gezellig. Ik kom net lekker uit de douche. Sorry dat ik net gewoon helemaal niks meer heb gefilmd. Ik voelde me vandaag niet lekker. Ik was echt best wel ziek. Door de maagpijn natuurlijk. Morgen heb ik een leuke afleiding, want we gaan shoppen. En wat ik ook echt heel erg gek vind, dat ik lichter weeg dan vanmorgen. Ik ging dus voor de grap op de weegschaal staan. Ik wilde kijken wat het verschil was. En dat is niet heel veel verschil. Maar ik ga nu lekker mijn serietje kijken. Want dat verdien ik basically gewoon. En als ik energie heb, ga ik daar ook nog even mijn haartjes stylen. Voor morgen, of course. Want ik haat krullen. Tenzij het mooie krullen zijn, of course. En ze blijven zitten. Dus. Maar ik hou niet schoon van het tussendoor gaan doen. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. En goedemorgen. Ik word net wakker. Ik heb mijn haar al lekker gedaan. Mijn haar is, het is eigenlijk krullen van zichzelf. De laatste tijd komen de krullen steeds meer. Dus ik dacht, ik laat het gewoon een keertje erin zetten zo. Helemaal top. Hoi allemaal. Ik ben ondertussen alweer thuis. En ik wil me verontschuldigen voor jullie dat ik jullie niet heb meegenomen. Maar daar is een reden voor. Eén, het was gewoon super gezellig. En nummer 2, ik was gewoon heel moe. Ik zal daar dadelijk wel meer in over hebben aan jullie vertellen. Maar eerst heb ik een shoplog die ik heel erg graag aan jullie wil laten zien. Om het soort van goed te maken dat ik dat niet heb gefilmd. Dus dat ga ik doen. Als eerste heb ik deze super schattige stampertje pyjama gekocht. Want ik had gewoon even nieuwe pyjama's nodig. Want die had ik niet meer. Dan heb ik nog een minder warme pyjama. Deze van Mami vond ik heel erg leuk. En deze was in aanbieding voor 7 euro. Dus ik dacht, die kan er ook nog wel bij. En dan heb ik met de meiden. Hebben we allemaal zo'n knabbeltrui. En ik vind hem echt heel leuk. Ik heb hem lekker in een L genomen, zodat hij lekker oversized is. Dat is wel fijn, dacht ik. Nog 3 dingen volgens mij. Dan, ik hou van dit soort t-shirtjes. Dus deze heb ik ook gekocht. Ik vond hem heel erg schattig. Helemaal top. Deze rode trui. Ik had al een rode trui, maar ik vond deze gewoon super leuk. Dus die heb ik ook nog gekocht. Ik koop de laatste tijd echt veel te veel. Maar ik ga ook heel veel dingen wegdoen. En ik had het al heel lang wilde, zo'n meneer Jackie. Dus die heb ik ook. En ik wil nog een paar dingen halen. Zo'n shirt met zo'n hals en dan zo'n sportachtig truitje. Dus die wil ik heel graag. Die wil ik heel graag kopen. Dus die ga ik denk op Shein bestellen. Dit is pyjama nummer 1. Oh my god, ik vind het echt vet schattig. Pyjama 2. Ik vind deze echt leuk. Stampetje past echt bij mij. Dus, en hij is lekker warm. Ik heb ook mensen die een beetje hetzelfde als mij hebben nog even gepraat. En die hebben ook van spierkrachtverlies. Dus dat kan het ook zijn, want ik zoveel pijn heb. En dat zou niet best zijn, dat kan ik je verzekeren. Maar ik ga nu lekker in bed liggen en zo proberen te slapen. Goedemorgen allemaal, het is nu 2:30. Ik ben net een uurtje wakker denk ik. Ik heb wel heerlijk geslapen. En ik heb alleen nu nog echt barstende hoofdpijn. Dus ik hoop dat het snel overgaat. En ja. Ik heb over 1,5 week een gesprek bij de MDL-arts. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat. En ik hoop dat ik snel weer de oude ben. En weer lekker kan gaan genieten van eten. En lekker gewoon uit eten gaan. En dat soort dingetjes. Dus ik hoop dat ik daar snel weer van kan gaan genieten.
Want ik val ook af, best wel veel. Ongeveer 300 gram per dag. Dus moet je nagaan. En ik wil gewoon dat ik weer gewicht blijf, gezond kan afvallen. En gewoon weer de oude Babsie wordt. En weer lekker kan gaan genieten met vrienden vanuit eten gaan. En zo, want ik zit nu wel echt in een slechte periode. En daar baal ik dan heel erg van. En mijn haar is weer vet. Ik moet het weer gaan wassen. Want ik had gisteren spul erin gesmeerd. Maar mijn haar is ook echt super droog. En dan doe ik te veel conditioner. En dan wordt mijn haar vet van. Dus dat moet ik maar misschien niet doen. Dus ik ga het misschien even uitspoelen zonder shampoo. Dus ja. Of ik doe te veel shampoo. Dat kan het ook nog zijn. Eén van die twee. Sowieso. Mama heeft Bobby gebracht. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik ben nu even een YouTube-serie aan het kijken. En ik had nog één blikje cola. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Dat had ik hier even heel dag over kan doen. Gewoon lekker even wat drinken. En hier is Bobby. Bobby! Druk bezig. Zo na deze aflevering ga ik even Bobby, de video editen bedoel ik. En ik moet pas een uurtje of drie uitlaten, vier. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar deze video. Ik heb net de video geëdit. Ik twijfel echt of ik hem online ga gooien, maar ik denk dat ik het wel gewoon ga doen. En je moet niet denken, ik zou deze video niet leuk vinden. Maar goed, ik ga voortaan minder praten in video's en meer dingen doen. En meer dingen uitleggen. Ja? Ja, helemaal top. Helemaal top. Helemaal gezellig. Let's talk. Ik heb even mijn laptop hier zo gezet. Dan kan ik zo lekker filmpje kijken. En hier nog steeds gezellig van Poppy. Helemaal gezellig. Ik heb echt een liefdesrelatie met deze pyjama. Omdat ik het zo geweldig vind. Echt heerlijk. Maar voor slaap doe ik wel die andere aan. Want deze gordijnen wordt hier s'nachts echt warm. Dus ja, ik ben ook een beetje serie aan het kijken. En een beetje op TikTok. Dus dat is leuk. Ik heb zoveel zin in vlogmas om mee te doen. Ik ben dit keer zo gemotiveerd. Dus dat is echt mooi. En dat ik gewoon leuke video's voor jullie ga maken. En ik ga, dus eind november, begin december wordt echt mijn maand. Ik ga allemaal leuke dingen doen. Sowieso in december. Dus dat is mooi. Ook binnenkort weer kerstcadeautjes kopen. Ik heb echt zin in kerst. Het wordt echt heel een leuke kerst, denk ik. En ik ga voor het eerst alleen naar Helmond reizen. Dus dat is ook wel spannend. Maar we can do this. Ik ben ook wel naar andere steden alleen gereisd. Bijvoorbeeld Amsterdam. Ermelo. En dat soort dingetjes. Dus ik kan het wel. Ik ga de video morgen editen. Eigenlijk zou die vanochtend 12 uur online komen. Maar dat gaat dus niet. Ik ga hem lekker dinsdagochtend inplannen. Helemaal top. Maar ik hoop dat jullie deze video leuk vonden om te kijken. Doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet onder niet te abonneren. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Doei doeg!